hier de eerste kans. Dit zou moeten zijn, maar de paal geraakt door Berghuis. Dat zou wel hebben geholpen. Berghuis doet de laatste weken veel goed. Doet hier heel veel goed. Maar verzuimt er binnen te schieten. Zo'n grote kans in de openingsfase. Met Ajax met drie man voor de goal. En Tadić die helemaal vrij staat. Tadić tegen Alexander-Arnold. Twee van zulke grote kansen. Daar moet je er echt minimaal één van benutten. Naïef van Sanchez. Henderson. Henderson en Salah helemaal vrij. Oog in oog. En dan zit hij er ook in. Hij maakt Salah dus de openingstreffer in deze wedstrijd. Waar Ajax die twee grote kansen laat liggen. Liverpool aan behoorlijke naïviteit aan die rechterkant van Sanchez gelijk toeslaat via Salah. En het ziet er nog even heel dreigend uit, want hier is de paas richting Firmino. En zo wordt het schitterend uitgespeeld door Liverpool. Maar een onbegrijpelijke en ongelofelijke misser van Darwin Núñez na een fenomenale aanval. Robertson met de corner. Ingeknikt en daar is het 2-0 vroeg in de tweede helft. Net als een seizoen geleden slaat hij toe in de Johan Cruijff Arena. Darwin Núñez. Salah binnendoor. Volgende kans voor Liverpool met Elliot. En dan wordt het 3-0. Een schitterende goal van Elliot. Maar Ajax valt nu helemaal uit elkaar. 6 minuten onderweg in de tweede helft. Liverpool heeft alweer twee keer toegeslagen. Een avond in de Champions League waarin allemaal is gebleken dat Ajax heel slecht met een tik kan omgaan als Timber hier op zoek gaat naar een eretreffer. En daar het eindsignaal van de Spaanse scheidsrechter. Het is voor Ajax klaar in de Champions League. En dus is de realiteit dat de Europa League hoogstwaarschijnlijk het toneel van na de winterstop zal zijn. Waar Ajax zich zal moeten presenteren in een competitie die dan ook zeker niet misselijk zal zijn.